deze aflevering in Roadtrippers. What the fuck is aan de hand, ouwe? Kijk, Giel en Steven staan daar langs de weg. Brian, make a drop-in van this. Ja, yeah, okay. Why? And this yeah, on Facebook, yeah. You get problems. Met z'n tweeën staan ze te veel mensen te lachen. Drie teams. In een strijd om kilometers. Welk team komt er zo ver mogelijk weg van het startpunt? Je ziet het in Roadtrippers. De vorige aflevering zag je dat Thomas weer lekker zichzelf was. Dat team Jay, Iris en Jesse achter de harde waarheid van Roadtrippers kwamen. We hebben even een tegenslag vandaag. Liften is gewoon geen optie. De volgende dag hebben ze al wel de grens van Kroatië gepasseerd. Bij de boys van Stuk ging het ook niet goed. Ze kregen geen lift en werden weggestuurd door de politie. Ze hebben daarom besloten om een stukje verderop op een tankstation hun geluk opnieuw te beproeven. Dus... puur ouderwets liften. Hallo! Lekker liften! Ja. Ik ga nu op zoek naar een karton om een bordje te maken. Top! Hallo! De lift spirit is weer helemaal terug. Hello. Bij de jongens. Er kan niks meer misgaan. Toch? Stift is op. Ja, ik zweer het je. Even likken. Likken aan de stift. Je bent Echt begonnen. Ja, lekker sabbelen. Dat doe je altijd. Doe niet zo bij de hand, hoor. Pannen. Zo, hier rustig, hè. Hoe je boos werd. Zo, agressief, hoor. Steven wordt weer boos. Een leuke opmerking. Ik doe gewoon mijn best. Weet je. Nou, dan maar liften zonder bordje. Moet ook wel lukken, toch? Ja, moet je komen met je. Please. Oh, erg. Hij gaat naar Veen nou. Thank you. Jammer, Stefan. Maar er zal toch wel één levende ziel met één auto op deze parkeerplaats staan die jullie een lift wil geven? Wat? Een lift! Nee! Zie je wel. Nee, echt? Really? So you go to Vienna. Ja, let's go, man. Een fucking rit van 4 uur. We gaan deze wedstrijd winnen. Fuck jullie, Jay. Eindelijk iemand die jullie wil meenemen. Nu flink kilometers maken en op naar Wenen. Zit je een beetje goed, Stefan? Prima, man. Ik kan zo prima 4 uur zitten naar Wenen. Helemaal goed. Bij het andere team in Kroatië gaat het een stuk makkelijker. Jesse heeft meteen een lift kunnen fixen richting de kust. Oké, Jay. We mogen weer helemaal naar waar we moeten zijn. Ik ben er wel echt blij mee. Jullie kunnen dit wel. Ik had namelijk een andere lift geregeld. Toen gingen we de spullen pakken. Ik vind het fijn dat u ons meeneemt. We stoppen de meiden erin, tassen erin en we maken er een hele fijne rit. En toen zei Jess, ja, is leuk Jay. Leuk gedaan, maar ik heb een verdere lift. Nou Jay, steek je een keer je handen uit je mouwen, is het weer niet goed. Maar één troost, Jesse heeft deze lift gefixt door een klein beetje de waarheid te verdraaien. Ik zei een half uur om ze soort van over te halen, maar het is gewoon dik 40 minuten. Maar ja, sorry, ik kan gewoon niet meer, normaal zou ik dat nooit doen, maar in deze situatie was er gewoon even geen andere optie. Het is hier ook trouwens echt 40 graden. We gaan echt allemaal slecht, hè. Ja. Ik niet hoor, ik ga hartstikke lekker. Ik moet alleen nu de scheet laten. Nee, dat mag je niet doen. Dat mag je niet doen, dat mag je wel met ons doen, maar niet met mensen in de auto. Als je iets ruikt, ben ik het niet. En een paar uur later komen ze aan in het kustplaatsje Zadar. Thank you, drive safe. Oké jongens, we zijn afgezet in Zadar, of all places. En, we zijn er. Ja. Het heeft een half leven gekost. Het was even wikkelen, ja. Het was wel een van de zwaarste dagen. Ja, maar we gaan nu een strandje zoeken. Even een duik nemen, dat we even een beetje lekker fris zijn en dan een nieuw plan maken, toch? Ben ik het helemaal mee eens. Als er een strandbarretje is, dan gaan we het eerst helemaal leeg drinken. Ja. Alweer? Ja, ik heb daar zin in. De jongens van Team Stuk zijn weer flink wat kilometers aan het vlammen. Maar hoe dichter ze in de buurt komen van Oostenrijk, hoe slechter het gesteld staat met de mentale gezondheid van Stefan. Nee. Gelukkig voor Thomas vliegen ze er doorheen en zijn ze snel bij de grens van Austria!
Hij zet ons af bij een tankstation zo meteen. Ja, ik heb gevraagd of hij ons op een tankstation kan zetten. Ondernemen, zodat we vanuit daar weer verder kunnen leven. We willen nog door dus. Ja, we gaan gewoon door man. We gaan gewoon crazy. Dit ziet er beter uit, To. Dit is een groot tankstation. Dit is in tijden dat ik dit niet, dat ik dit heb gezien. Nou, zullen we maar weer eens gaan liften voor de verandering dan, hè? Laten we dat doen. You need to taste it. It's great. En I say cheers. 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 Vind je ook okay, jongens? Ja, lekker. Ja. Nou, we gaan weer de volgende lift pakken. We willen nog naar Graz. Ja, nou, de boys zijn on fire en ruilen de ene lift in voor de andere. Ja hoor, lekker. We gaan goed, we gaan goed, we gaan goed. We hebben een liftie. So, thank you very much for the ride, man. You're welcome. Nice to meet you guys. Is this your first time that you pick up hitchhikers or? Yes, first time. Really? Why did you pick us up? Yeah, you look friendly, you look nice. Thank you. The best. Yeah. You hear that, Thomas? For the first time, somebody likes you. The first time someone likes you, but normal people loves you. Yeah. Is this like this? I saw a lot of graffiti cans in the back. Yes. Are you a graffiti artist? Yes, I'm a graffiti artist. That's cool. Nice. Is it possible, you think, to put some of your graffiti on our tents? Yes, of course. Nice. That's nice. That's pretty cool. Kijk, dit kind van de duivel wil wel even jullie tentjes oppimpen. Toch jammer dat jullie er een verloren zijn. Naast dat jullie tentje al een tijd weg is, leggen jullie wel veel kilometers af. De tussenstand ziet er dan ook als volgt uit. Team Stuk is van Katowice naar Pinkaveld gereden en hebben vandaag al 360 kilometer afgelegd. Team J, Iris en Jesse zijn aangekomen bij het kustplaatsje Zadar en hebben vandaag al 215 kilometer gereisd. Team 3 is aangekomen in Aish en hebben vandaag dus al 300 kilometer gereisd. Oké meiden, wat gaan we nu doen? Naar het station lopen. Naar het station en kijken of we daar een lift kunnen krijgen of dat we iets kunnen fixen. Toch wel vervelend dat we nu in Aish zitten en weer terug moeten naar Basel. Ja, heel lief van haar dat ze ons onderdak heeft geboden, maar ik denk dat we het zonder haar ook wel hadden gered. Ja. Ze heeft ons wel naar een shithole gebracht. Oh. Wil jij weten hoe Team 3 het verder doet? Check dan het Instagram TV kanaal. Ondertussen hebben Jay, Iris en Jesse hun paradijsje gevonden. Dames, we zijn op het strand. Hey. We made it. Oh, heerlijk. Ik besef het gewoon niet helemaal of zo. Kijk nou. Dit is het wel hoor. De leven. Ondergang. De roadtrip leven. Ja. 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 Oh, zullen we weer gaan? Ja, ik kan echt geen seconde meer wachten. Oké. Okay. Zo lekker! Lekker hoor hier. Dit is geniet, hè? Dit is zo fijn. Dit is lekker. Wij zijn weer helemaal nieuw. Dit is voor het eerst dat ik het ga zeggen. Ja. Ik hou van jullie, dat is één. Ja. En twee, ik hoop dat het stuk ook lekker gaat. Ik hoop ook dat het stuk lekker gaat. Ik hoop in ieder geval dat ze ook zo'n genietmomentje hebben als wij nu hebben. Precies, en ja. We houden van jullie en we hopen dat jullie lekker gaan. Ja, 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 ja. Ja, we gaan nog een duik nemen. Let's go. Nou JJ, de jongens van Team Stuk doen het zeker goed. Ze arriveren net bij een tankstation halverwege naar Graz. Oh. So, thank you very much, man. You're welcome. En zoals beloofd zet Jacob zijn tag op de tenten. It's like a 37? Yeah, that's my name. 37. Nice, man. Oh, thanks. Good luck. Have a great ride, man. Thank you very much. Yeah, you too. Man. Have a good trip. Ja, alles goed, hè? Ja, alles goed. Vielen dank. Thank you. Sick. Nou, jongens, we zijn erin. We zijn weer verder. Ik weet niet waar we zijn. Ik weet niet waar we zijn, maar we zijn weer verder. Positieve energie. Gaat lekker. Goed zo, Stefan. Positief blijven. Gooi jullie charmes in de strijd. En misschien versieren jullie wel een lift. Ja, of iets anders natuurlijk. Ik heb wel blauwtjes gelopen in mijn leven, maar dit was echt donkerblauw, zeg maar. Hello, sir. Where do you go? Oké. Okay. Weet je wat raar is? We staan voor een fastfoodketen en iedereen die naar buiten komt is niet zo happy. Iedereen is een beetje chagrijnig. Nou, het wordt inderdaad wel tijd voor een beetje goed nieuws. Hebben we zin om naar Graz te gaan? Ik trap je niet in. Wat trap je er niet in? Ja, ga je nou beweren dat jij een lift hebt? Ik heb een lift.
Gast, ik loop. Ik loop de hele tijd. Ik loop de hele lift en die gozer loopt de ene auto en die heeft een lift. Dit is zo kut, gast. Kijk hier. Dit is ik heb een lift. Toon, ik sta de hele tijd hier. Lekker man, we gaan naar gras. Lekker, Giel. We moeten vaak Giel Pint erin, Jeff. Dat blijkt. Het is dat hoedje van jou. Kan niet anders. Blijf het zeggen. Na zo'n zware dag hebben JJ, Iris en Jesse wel een alcoholische versnapering verdiend. En daar gaat JJ even werk van maken. Yeah. And we need to get free beer. Free beer? Yeah, free beer. For me or for you? For us. Half left. Yeah. Okay, I have a Dutch guy here, so... Yeah, in Nederland! Yeah! Yeah. 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 Mogen we voor jou alsjeblieft 3 gratis biertjes? Want we hebben geen geld, ja. Ik moet tips aan hem vragen. Is de big boss? Is dat oké, okay, big boss? Voor een free beer is not a problem. I can give you 3 beers. Beers? Yeah. Yes! You're a legend. Thank you. This one is for me. Okay. 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 Cheers. Thank you very much. Cheers for Dutch people. For the Dutch people. Yeah. We're gonna sit and have a beer. Thank you, sir. Have a nice day. What's thank your name? My nickname is Gagi, my name is Agron. Agron? Yeah, but it's difficult to remember. Yeah. So Gagi for all. So to Gagi. To Gagi. To Gagi. Thank you very much. Cheers, Gagi. Guys, if you're hungry, I can make some pizza. So if you're... if legendary, yes please. Yeah. Thank you. That's really nice. Yeah. Really you're the nice. Best, Gagi. Yeah, yes. I hope so. Yeah. Okay, dus Gagi is onze man vanavond. We hebben biertjes gekregen. We krijgen een pizzaatje. Jay en Jesse hebben de spullen halen en life's good! Mom, I'm Gaggy. Hi, Jesse. Oh, you have such a work. Nice to meet you, it's from pizza. Lekker zitten en eten. Hallo, kijk waar we zitten. We zitten echt meegelopen van de heat. Ja, hier worden we vrolijk van, hè? Lekker hoor. Lekker op zijn Nederlands. Ja. Lekker bezig, guys. Ja, volgens mij is Big Boss Gaggy geen verkeerde vriend om te hebben. Na een lange rit komen de jongens van stuk in het donker aan in de stad Graz. Thank you very much, man. Thank you, bye. Zo zijn we nu in Graz. Maar ik merk dat ik vandaag echt een slechte dag heb. Ik ben moe. De jongens hebben iets meer energie dan dat ik heb. Maar het enige pluspunt is dat het een mooie stad is. Nou, cheer up, Giel. Gelukkig weet hij wel precies wat hij nodig heeft om de avond uit te houden. Ja, je raadt het al. Bier. Ja! Ben je drink? Ja. Lekker. Oké, we hebben gratis bier gefixt. Deze topper hier zo. Dan krijg je gewoon, Giel is zo asociaal dat hij sociaal is. We hebben zin in bier. Ja. Let's go. Kom. Bier. Ja, Giel is bier aan het fixen. Echt? Ja, serieus. Dood. Sasha, nice to meet you. I'm Stefan. Stefan? Nice to meet you. Great. Yeah. Thank you very much. Cheers. Cheers. Fairy kind. Ja, Thomas. Proost. En 2 slokjes later. Hello, lady. How are you doing? Hello. Het is heel gek. Als ik dat in Nederland doe, dan werkt het altijd wel. Jay, Iris en Jesse hebben hun slaapplek voor vanavond gefixt. Ze mogen hun tent opzetten voor Gagi's restaurant. Met internet en stroom. Wat een luxe. Thank you very much. Yeah. Maar echt, je gaat even een biertje fixen. En we hebben gewoon een tent met elektriciteit. We kunnen onze tanden poetsen. We kunnen douchen. De zee is letterlijk 10 stappen verwijderd. Oké, het gaat dus een tent worden. Als de ene iemand niet echt heel erg goed is in een tent opzetten, dan... zou ik dat wel eens kunnen zijn? Deze tent boezemt mij angst in. Leg de buitentent op zijn zijkant. Leg de buitentent op zijn zijkant neer. Zorg ervoor dat de stoksleuven recht op elkaar liggen. Lijkt of Jess in onderbroek staat. Ja. Sta ik ook. Oké, mijn angst voor deze tent is dus niet helemaal gegrond. Het valt reuze mee tot nu toe. Het valt heel erg mee, zeg. Ja, toch? Het zijn 3. Je zou het bijna makkie noemen. Ja, maar we zijn echt super goed op weg.
Hoppa, lekker jazz. Steek hem erin. Camping TV. Ik snap er nog steeds geen kut van. Na een hoop gestoei staat dan eindelijk die tent. En dan is het tijd om de nodige uurtjes te pakken. Want morgen moeten jullie weer flink aan de bak. Ik zou zeggen, slaap lekker, dames. Slaap lekker, jongens. Slaap lekker. Slaap lekker. Team Stuk heeft een aantal goudgele rakkers naar binnen gewerkt en is op zoek naar een slaapplek. De jongens hebben Sasha's portemonnee leeggedronken, maar toch is hij diep genoeg om nog een afscheidscadeau tevoorschijn te toveren. Thank you, man. Oh, man. Thank you, man. You're amazing. Look out, go there for a hot dog. Thank you, man. Krijg gewoon even 20 euro. We kunnen eten, gek. Ik heb zo'n honger. Hij is stank te groot. Stefan, je houdt wel van een lekker worstje, hè? Een lekker worstje. Gaan we daarna een slaapplek zoeken. Wow. Ja. Nadat Stefan zijn worstje naar binnen heeft gewerkt, is het al laat. En gaat Team Stuk op zoek naar een park om de tent op te zetten. Ik ga echt je kamer op. Ik ga zitten. De stemming is er niet bij geworden om eerlijk te zijn. Maar goed, weet je, het is gewoon heftig. Iedereen is fucking moe. Iedereen is echt stront zagrijnig. Maar goed, morgen weer een nieuwe dag. De volgende ochtend is JJ vroeg uit de veren. Iris, goedemorgen. JJ's verse baardje gaat er weer vanaf en ondertussen zijn Iris en Jesse ook al op. Oké, we gaan even onszelf opfrissen en dan gaan we geld verdienen. Yes. Eerst douchen. We zijn fris, we zijn nieuw, de tent is afgebroken, wat trouwens veel makkelijker ging dan hem opbouwen. Ja, dat kunnen we wel stellen. En we hebben weer energie. Het plan is om naar Italië te gaan, alleen is het geld bijna op en we gaan echt nooit de boot kunnen betalen van wat we nu hebben. We gaan werken. Ja, we gaan onze ziel verkopen, jongens, kom. En natuurlijk staat Big Boss Gagi te popelen om onze freeloaders aan het werk te zetten. Goed zo, Jess. Ik ga even helpen met afwassen. Oké, ik ga even op zoek naar Jay, want die is natuurlijk weer helemaal Houdini gegaan. Meneer Boske, laat de vrouw weer hard werken tot hij gewoon zit te chillen. Voetjes op de stoel. What the fuck is dit? Ik ben op de apparatuur aan het letten. Ja, die twee kleine... Maar wat kan ik doen dan? Nou, ik heb een ideetje. Ja. I'll take one for the team, no problem. Ik bedoel, ik deed net een beetje stoer, ik bleef zitten terwijl jullie aan het afwassen waren en hard aan het werk. Ja, dan moet je ook op de blaren zitten, hè? Ja, maar je doet het hartstikke goed en we zijn super blij met jou. Oh, kijk nou. Met z'n tweeën staan ze te filmen en te lachen. Ik zweet me helemaal op haar plaatsjes. Moet ik je helpen? Nee, ik ben oké. De boys zijn weer fris en fruitig na een geweldig nachtje slapen in het park. It's time for some action, you know. Inderdaad. Tijd voor actie, boys. Het plan is om een taxi te nemen naar een tankstation bij de snelweg. Met een verfrissend regenbuitje. Ja, het regent zonnestralen. Wow, even rustig ademhalen. Wow, lijkt of het regent als altijd. Maar het regent en het regent zonnestralen. Het partijtje vals, jongens. Na een 12 euro taxirit gaan de boys alle truckers bij het tankstation af. Hopend op de lift die hun dag goed gaat laten beginnen. Alright, thank you man. No Italy. Hey, kijk, kan je een stukje omrijden? Thank you. Go with you. Oké, we hebben alle trucks hier geprobeerd. Niemand ging de goede kant op en laat staan dat ze ons mee wilden nemen. Ja, we gaan even aan de weg staan met een bordje. Kijken of dat gaat lukken, want vragen dat, is tot nu toe hier nog niet gelukt. Maar waar, dat is naar benen en kras. We hebben klaar ontvoerd, daar moeten wij hebben. Hey, tikkos! Ik laat even mijn hoofd niet zien, misschien helpt dat. De secondes worden minuten en de minuten worden uren. En nog steeds geen lift. Please.
Pep talk. We're gonna do this. We are gonna do this. We're not leaving here without a truck. We're not leaving here without a truck. We're not leaving here without a car. We're not leaving here without a car. We wanna go to Italy. We wanna go to Italy. We're gonna fight for it. We're gonna fight for it. We're gonna make it work. We're gonna make it work. Let's do this. Aww. JJ, Iris en Jessie hebben een heitje voor een karweitje voltooid. Maar wagen alsnog een poging om wat extra geld te verdienen. Tonight there's a boat we're going from Zadar to Italy. Okay. Maybe you have some little bit of money for us for the tickets because we're traveling without any money. Thank you very much. This is very nice. That's really kind of you. Thank you so much. En wie dacht dat alleen de meiden aan het bedelen waren, heeft het mis. Want ook JJ scoort opvallend goed bij de Nederlanders. Zouden jullie ons wat kunnen doneren? 20 euro's? Dankjewel, een hele fijne vakantie. Mag ik naar je zwaaien? Doei doei! Hallo! Hallo, hoe heet je? Liam! Liam, wat leuk, ben je met papa en mama lekker op vakantie? Ja! Ja, wij hebben elkaar stiekem wel even gesproken. Maar hebben jullie misschien een heel klein centje voor mij? Dankjewel! Helemaal goed! Hey, super bedankt. Ik wens jullie een hele fijne vakantie. Dag Liam. De beste voetballer van Nederland. Doei. Hey, dit ging goed. We hebben gehosteld, jongens. We kunnen hier echt wel een boot mee fixen, jongens. Er zit genoeg tussen. We gaan naar Italië. We gaan naar Italië. So, you deserve food for a moment. Yes. You work hard for that. So, you still have to earn your tickets. We're not ready. We're not finished yet. No, of course not. But we even did a toilet. Come on, you need the tickets. But we don't have any time, the boat's leaving. Okay, then we'll fix something fast for you. Okay. Yeah, okay. Ja, die gaan we gewoon omlullen hoor. We zeggen gewoon dat straks dat boot gaat en hij gaat ons wel helpen, hij is wel een liefde. Ja, want nadat de magen zijn gevuld en er afscheid wordt genomen, blijkt maar wat voor liever deze man is. I called the guy, the tickets are waiting with your passport numbers on customs. No fucking way. Yeah. You're shook. Yeah. I fixed it for you guys, so you traveling to Italy today. Yeah! Yeah. Thank you! You're welcome. Oh yes, dit is zo bizar. We hebben natuurlijk veel geld over. We gaan naar Italië! Nog één grilletje met twee vrouwen. Oh ja, okay. Maar even zo lekker op de bolletjes zo. Ik zou willen worst. Heerlijk. Dan gaan we naar Italië. Op naar de boot. Tenminste, als jullie op tijd zijn. We moeten echt heel flink doorstappen, want we moeten een uur van tevoren zijn. Dus ik hoop maar dat het lukt. Ik zou maar opschieten. Het wordt een duur geintje als jullie de boot missen. Even een kleine update. We zijn nog steeds aan het liften. We zijn oprecht al bijna een halve dag verder. En er is eigenlijk nog niemand gestopt. En we beginnen een beetje aan onszelf te twijfelen wat we fout doen. Ik kan niet meer doen. Waarom neemt niemand ons mee? Ik vind het zo frustrerend. Nog één keer. Blijk kijken. We go with you, my friend. Damn, we go, kom. Klagenvoet. 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 Klagenvoet, drol. Jezus. Doe nou eens een keer. Deze weg gaat niet voor mij winnen, klaar. Nu is de mind game voor. Ik ben nu helemaal fucked up. Helemaal net te gek. En dit is wat roadtrippers met je doet als het flink tegen zit. Heel veel gasten in auto's gezien die naar Italië gaan. Ze nemen ons niet mee. En dan denk ik wel dat het andere team gewoon heel erg in het voordeel is. Want als je Iris en Jessie langs de weg zet, elke gast neemt hun mee. Fuck is dat dan? Wat bizar. What the fuck is aan de hand, ouwe? Kijk, Giel en Steven staan daar langs de weg. Hey, hello. You're next, hello. This what? Is not allowed, okay? I'm from Holland, from a TV show. Yeah. Say hello. Not allowed. It's not allowed. You. Okay, and you don't film me, okay? You this stop is, here. This is not allowed. I'm sorry. It's not allowed on the highway. It's not allowed to hitchhike.
I make a copy from this. Yeah, why? And then see this on Facebook or another WhatsApp or another. You get problems. Great problems, okay? Poef. Als ze hier maar mee weg kunnen komen. De eindstand van deze aflevering is als volgt. Team Stuk heeft van Katowice naar Graz gereisd en hebben 442 kilometer afgelegd. Jay, Iris en Jesse zijn niet veel opgeschoten en eindigen met 215 kilometer deze aflevering dus in Zadar. Het derde team is aangekomen in Lyon en hebben vandaag 564 kilometer afgelegd. Team Stuk ligt een stuk achter, met in totaal 2865 kilometer. Team Jay, Iris en Jesse hebben in totaal 3034 kilometer afgelegd. Het derde team loopt aan kop en heeft op dit moment 3096 kilometer op de teller staan. Wil jij kans maken op de Roadtrippers jackpot van 10.000 euro? Ga dan naar mentos.nl/roadtrippers en speel mee. En dit zie je de volgende keer in Roadtrippers. Dus, tegenslag, tegenslag, tegenslag. Dit is een van de meest criminele steden van Italië, ja. Voel ons alles behalve veilig. Camera's gaan uit, Jay. Kaartjes gaan nu in de stad.